Ja, weet je, wil jij even stoppen met filmen? Nee, want jullie loopt ook bij haar zomaar het erf op. En je gooit met dakpannen, met bakstenen en dan ben je eigenlijk de sympathie volledig kwijt. Heb je eventjes, kom een vriendje erop. Hi. Jullie wonen hier wel? Wij zitten eigenlijk meestal in de schuur voor onze veiligheid. Ja, want jij had gemaild, ik heb het raas gehoord. Het is zo erg zelfs dat je hier niet meer in huis kunt zijn. Ja, ook. Ja. Er worden dakpannen gegooid naar ons. En vooral worden we ook uitgescholden door de buurvrouw en de buurman. Mijn dochter wordt elke dag uitgescholden. Voor? Moet ik het echt zeggen? Van mij mag het. Stinkhoer. Hun zetten stenen op onze grond. Ja. En daar heeft mijn moeder toen wat van gezegd. En wij hebben toen ook het kadaster gebeld. En die gaven ons ook gelijk van dat is onze grond. Alleen hun waren het er nog steeds niet mee eens. Maar dan denk je, het is opgelost. Als het kadaster zegt van het zit zo, dan lijkt het me... Ja, nou ja, hun vonden van niet. En, dus daarom hebben wij maar een schutting neergezet van... Dat is gewoon onze grond. Als we hier al rijden op de weg, dan is het zoon naar mijn zoon doen. En een middenvinger altijd. Het is, ja, ik heb asocialen naast me. Ja, ze wilde me steeds bijna van de scootertje afrijden. En ze ging ook niet voor mij aan de kant als ik langsreed met mijn auto. En, ze wilde jou van de scooter afrijden? Ze gaan gewoon midden op de weg rijden. En dan we moeten gewoon heel snel dan aan de kant toe gaan ergens. Want anders lig je gewoon op straat? Ja. Is het nog eigenlijk veilig voor de kinderen? Nee, het is hier niet meer veilig voor de kinderen. Mijn zoon die slaapt altijd bij zijn vriendin. Mijn dochter en ik die slapen bij mijn vriend dan. De bakstenen krijgen we in de tuin gesmeten. 2 weken geleden de dakpannen halen ze van ons erf af. Die worden in de tuin gegooid. Mijn kozijnen zijn allemaal stuk. Deze hebben ze eerst van ons gepakt. Die hebben ze hier gewoon van de stapel afgepakt. En, ze lopen jullie erf op? Ja, waarschijnlijk over de schutting heen geklommen. En toen hebben ze allemaal... tegen de ramen stuk gegooid en op de grond in onze tuin. En ook nog dus die haan? Ook nog de haan, ja. Want die is ook nieuw, of hoe zit dat met die haan? Die haan zit er al 2 jaar. Alleen wij worden iedere nacht om 3 uur wakker gemaakt. 'S Nachts als je wordt wakker geschreeuwd, dan doet de haan het niet, doen hun het wel. Hallo, verrassing. Lisanne, als het even kan. Lisanne. Alsjeblieft. Aankomen van de buurvrouw denk. Kom maar gewoon even binnen. We kunnen naar binnen komen. Ja, zeg het maar gewoon. Waar kom je voor? Nou, wij komen inderdaad van de buurvrouw. Fijn. En we hebben allemaal ellende gehoord. Ja. Ja, en weet je, wil jij even stoppen met filmen? Nee, want jullie loopt ook bij haar zomaar het erf op. En je gooit met dakpannen, met bakstenen en dan ben je eigenlijk de sympathie volledig kwijt. Heb je eventjes, kom een vriendje eraan. Ja, god. Ik heb veel over hem gehoord. Nou, ga lekker zitten. Kijk, jullie zijn nu ingeschakeld door mijn buurvrouw. Vind ik allemaal prima, maar je weet het hele nou, verhaal eigenlijk door niet. De kinderen. Ja, oké, maar je weet het hele verhaal nee, niet. Nee, maar er zijn ook dingen die jullie hebben gedaan die niet netjes zijn. Ik ben daar zondag met Kevin heen geweest. Wij hebben iets gedaan wat niet netjes is. Wat hebben jullie gedaan? Geef ik toe. Nou, weet je. Maar ik vraag maar me... jullie hebben met dakpannen gegooid. Ja, maar lieverd. Ja, maar kom op, zeg, daar wonen kinderen. Pardon? Er is hier maandenlang in mijn kiphok, misschien wel jarenlang, vuurwerk in mijn hok gegooid. Door die kinderen. Maar dat vertellen ze jou niet. Wat nou als we dan nou even naar ze toe gaan? Nee, kijk lieverd, ik wil dat niet. Nou, ik heb ook gehoord dat je die kinderen uitschold voor stinkhoer. Maar lieverd, dit is 1 keer geweest. Wij hebben... Ja, maar luister, als ik een meisje zie van 16, lieverd, wat die moeder ook heeft gedaan. Van de week rijdt ze ook langs me. Dan wordt er ook, buffy en een beetje uitdagend. En ik loop ook gewoon verder en ik hou mijn mond. Hé, hey, Mofie. Hoi. Hoi. Dennis. De hele buurt een broesje met die vrouw, de hele familie. Zij is zo gestoord. Maar dat zegt ze dan ook wel over jullie. Ja. Ja, jongens, maar wij hoeven jou toch niet uit te leggen wat er aan de hand is, of wel? Zij blijft doorgaan. Zij draait het ons al 3 jaar en we doen 3 jaar in straf. Wij komen thuis van vakantie, zij pakt een kip van mij en ze draait zo die nek om. Politie kon niks meer vinden. Ja, ze pakt een kip van jou en draait. Dat heb jij gezien? Ja. Dat hebben wij gezien, maar de politie kan niks doen. Ja. Dat schijnt ook met dakpannen te zijn gegooid. Ik heb die dakpannen gegooid, geef ik eerlijk toe. Nu schetsen ze de situatie. Het is niet op te lossen. Maar het is nooit meer op te lossen tussen jullie. Nee, nooit. Nee. Wij zijn bij de buurvrouw geweest. En wij krijgen een volledig ander verhaal. Vuurwerk in een kippenhok. Eigenlijk komt het erop neer dat alles is jullie schuld en jij bent niet goed wijs.
Nou, ik kan kippen kopen zoveel ik wil, dus die hoef ik niet te pikken bij ze. En wat was het nog? Vuurwerk in een kippenhok met een megafoon daar gaan staan. Vuurwerk in een kippenhok. Nee hoor, we hebben met oud en nieuw hebben we vuurwerk. Maar voor de rest niet. En trouwens, ik ben hier al een jaar weg, dus... Maar ja, nou ja, weet je, voor hun willen ook niet meer werken aan een oplossing. Want ja, het lost zich binnenkort al op, want dan gaan jullie toch wel weg, zeggen ze. Nee, wij gaan echt niet weg, nee. We zijn hier nog veel te blij dat we hier overdag dan kunnen zijn. Maar verkopen nooit van mijn leven, nee. Hoe kunnen we nou toch nog een beetje een positief eind hier aan breien? Ja, ik was hier al bang voor. Het valt niet met deze mensen te praten. Het is heel ellendig. Het is jammer, maar ja, het is niet anders. Ja. We leren ermee leven. Nou ja, er valt niet mee te leven, maar we passen ons aan dat we dan maar... we genieten nog van de dagen die we hebben met de kleine midi-paardjes. En Puk, hè? Ja. Dus nee, we laten ons niet wegtreiteren. Nooit niet. Nee. Word lid van Poont, anders gaan we kapot. En heb ik geen werk meer. Klik op de link.